Als je nog een bekeuring van een paar honderd euro hebt openstaan en je wil op vakantie, dan word je op Schiphol tegengehouden. Dan mag je het land niet uit. Eerst betalen. Maar stel nou eens dat je net 500.000 euro hebt gestolen en de politie weet daar alles van en je staat op Schiphol en je wil weg. Het kan heel gek lopen in Nederland. Ik ben onderweg naar Wateringen. Er staat een goedlopend bedrijf dat deze zomer te maken kreeg met een mysterieuze megafraude. Het heeft allemaal te maken met een bankier en een schimmige tussenpersoon in Canada die digitaal vele tonnen heeft gestolen. Wij zijn een internationaal opererend kassenbouwbedrijf. We werken wereldwijd en zetten eigenlijk over heel de wereld glastuinbouwprojecten neer, waarin groenten, bloemen, etc. verbouwd worden. Afgelopen zomer kreeg het Wateringse bedrijf Gacon een nieuwe, mooie opdracht. De bouw van een enorm kassencomplex in Kazachstan. Omdat de klant in deze branche pas bij oplevering betaalt, moest er eerst flink geïnvesteerd worden. Gacon had 105 miljoen euro nodig om de kassen te bouwen. En daarvoor ga je naar een bank. Het enige nadeel wat we in dit geval hadden was dat onze klant een Iranier was die in een ander land wilde gaan bouwen. En door de sancties met Iran kunnen we in feite, laten we zeggen, met onze gevestigde huisbanken daar natuurlijk geen zaken mee. Dus ING, Rabobank, dat soort, die hadden er geen zin in? Nee, die hadden daar geen zin in. Dus wij zijn op zoek gegaan eigenlijk naar externe financiers, investeringsmaatschappijen, die ons hierbij konden assisteren. Het wordt uiteindelijk een goed bekendstaande bank in Bahrein. De hele kwestie wordt afgewikkeld door een financieel deskundige. Een tussenpersoon die weer uit Canada komt. Tot zover een heel normale gang van zaken in deze branche. Onze tussenpersoon heeft ons in contact gebracht ermee, verzorgt alle documentatie, heeft in feite alles georganiseerd zodat we de lening voor elkaar zouden kunnen krijgen. We hebben daar zelf ook allerlei gegevens voor aan moeten leveren. Onze klant heeft daar nog gegevens voor aan moeten leveren. En uiteindelijk hebben we daar een hypotheekvoorschot voor moeten betalen en een verzekeringspremie vooraf moeten betalen. Dus in totaal hebben we het over? Buiten de factoren omgerekend, dan waren we in totaal ruim boven de half miljoen euro. Voor de duidelijkheid. Kassenbouwbedrijf Gacon uit Wateringen krijgt een opdracht voor de bouw van een groot kassencomplex in Kazachstan. Om dit te kunnen voorfinancieren moet Gacon 105 miljoen euro lenen. Daarvoor legt het bedrijf contact met de gerenommeerde bankbemiddelaar Manure in Canada. Manure vindt een bank die met Gacon in zee wil gaan. Al-Safar in Bahrein. Voordat Al-Safar de 105 miljoen gaat overmaken aan Gacon, dient er eerst een voorschotrente en een verzekeringspremie te worden betaald. Dit is een normale procedure waarbij een klant, Gacon dus, zijn kredietwaardigheid aan de bank, Al-Safar dus, moet tonen. Tussenpersoon Manure meldt Gacon dat het deze keer om een bedrag gaat van 518.000 euro. Gacon maakt dit grote bedrag over en de man in Canada zal nu de rest met de Bahrijnse bank afwikkelen. Die tussenpersoon is Manu. En dat is een Canadese Iranier die al 35 jaar in Canada woont. Die we uiteindelijk ook hebben gecontroleerd met goede referenties. Bekendheid, plaatselijke bekendheid, in allerlei comité's zit, et cetera. Dus waarbij we absoluut niet de verwachting hadden dat hij ergens iets met een ergens mee te maken zou hebben wat niet juist zou zijn. Toen zou, laten we zeggen, het leningdeel vrijkomen, overgemaakt worden op onze rekening, zodat we konden gaan starten met het project. We hebben, laten we zeggen, alles in het werk gesteld. We waren al gestart met de engineering, met het ontwerp van het project om in feite van Kitem te gaan. En uiteindelijk kwam het geld niet binnen. De Canadees Manure meldt dat er een fout is gemaakt door de bank in Bahrein. Er is per ongeluk een verkeerd rekeningnummer ingevoerd. Vandaar de vertraging. Het leek ons natuurlijk wel erg vreemd op het moment dat je dan een bedrag van boven de 100 miljoen euro overmaakt, dat het bankrekeningnummer niet klopt. Ze hebben gebeld voor jongens, dat klopt niet. Oh nee, er is inderdaad een fout gemaakt. We gaan het opnieuw doen. Die tussenpersoon. Die tussenpersoon, ja. Dit is Manure in levende lijve. Hij spreekt hier op een congres in Canada. Deze Manure is de hoofdpersoon in wat er gaat gebeuren.
Hij meldde dus eerst dat de bank in Bahrein een foutje maakte met een rekeningnummer. Maar de nodige 105 miljoen lening wordt weer niet overgemaakt. Als Gakon in Nederland ongeduldig wordt, er is immers net 5 ton voorschot aan Manoer overgemaakt, komt deze Manoer met een nieuwe reden voor de vertraging. In Bahrein en ook in het nabijgelegen Dubai zou opeens onrust zijn ontstaan over de hoogte van de lening. De overheden van deze landen zijn bang dat het geld voor terroristische doeleinden wordt gebruikt. Manoer stuurt de documenten van de twee golfstaten als bewijs voor de nieuwe vertraging. Maar nu begint men bij Gakon echt argwaan te krijgen. En toen we die documenten eigenlijk in handen kregen, werd het voor ons duidelijk van wacht even. Dit zijn twee verschillende organisaties uit twee verschillende landen die, laten we zeggen, dezelfde documentstructuur hebben, dezelfde documentopbouw, wat eigenlijk, laten we zeggen, in de praktijk totaal niet mogelijk zou kunnen zijn. Dus waarschijnlijk was die tussenpersoon jullie met rotsmoesjes aan het lijntje aan het houden? Ja, in feite wel. Het lijkt er sterk op dat Manoer de 5 ton in zijn zak heeft gestoken en dat hij met valse documenten de boel aan het rekken is. Maar om daar echt zeker van te zijn, stapt Olaf Mors meteen op het vliegtuig naar Bahrein om daar een bezoek te brengen aan de bank met wie die zou samenwerken. In Bahrein zeiden ze, deze tussenpersoon kennen we niet. Dat hele bedrijf waar jullie het over hebben, dat bestaat niet. En wij zijn te goede trouw en onze goede naam is, gebruikt door derden die daar misbruik van hebben gemaakt. Dus die meneer in Canada is een oplichter en die heeft zich voorgedaan als een tussenpersoon. Ja. Voor Olaf Mors is het duidelijk. Manoer is een oplichter. En hij heeft zojuist een 500.000 gestolen. Toen je ontdekte dat je was opgelicht, wat deed je toen? Ja, eigenlijk de gedachtegang die bij iedereen natuurlijk naar binnen schiet. Wie helpt me daarmee? Dat is naar de politie gaan. En dat deed je? Ja, dat deden we. Ja, die stuurde ons eigenlijk weg. Ja, jongens, dit is geen zaak voor ons. Daar kunnen we niks mee. Daar zijn te veel landen bij betrokken toen ik het hele verhaal had uitgelegd. En die stuurde ons naar de fraude helpdesk. Maar kon je aangifte doen? Nee, we konden geen aangifte doen. De Nederlandse politie is niet eens van plan om contact op te nemen met de Canadese autoriteiten. Olaf Mors kan het bijna niet geloven. Hij zal en moet de politie overtuigen en dus bedenkt hij een list. Een list om de dief vanuit Canada naar Nederland te lokken. Onderzoek ingesteld naar de Canadees Manoer, die 5,5 ton zou hebben gestolen van de firma Gakon uit Wateringen. Manoer deed zich voor als financieel tussenpersoon die een omvangrijke lening zou begeleiden voor de bouw van een kassencomplex. De Canadees heeft op dit moment nog geen idee dat hij door de mand is gevallen. Sterker nog, hij probeert met nieuwe smoezen nog een bedrag van 6 ton los te krijgen hier. Dat zou nodig zijn om certificaten te krijgen om alsnog de grote lening van 105 miljoen euro los te krijgen. Dus die Canadees wilde nog 6 ton hebben. Ja. En dan zou die 100 miljoen worden overgemaakt. Toen wisten wij natuurlijk in feite al dat het fraude was. Ja. Dus wij hebben dat gerekt. We hebben hem uiteindelijk naar Nederland gelokt. Hoe heb je hem naar Nederland gelokt? Door eigenlijk te doen alsof we dat bedrag wilden overmaken, ook zouden gaan overmaken.